Sint Band. We bestaan sinds dit jaar 90 jaar. De groep is opgericht in 1925. Nou ja, het is inmiddels 2015, dus reken zelf maar uit. Dat is 90 jaar. Wij zijn een kleine groep. Wij hebben omstreeks de 50 jeugdleden en ongeveer ook zoveel mensen die aan de rand of aan de rand van deze groep actief zijn, maar ook binnen leiding, bestuur, onderhoud van het gebouw enzovoort enzovoort. Dit gebouw is volgens mij sinds 1965 hier aanwezig. Dat durf ik niet met heel veel zekerheid te zeggen. Het is een aantal keer verbouwd en sinds deze staat, zoals het er nu bij staat, is sinds 1993. Dit bos waar wij gebruik van maken, dat beslaat 2,5 hectare en is eigendom van meneer Graaf van Rechter en Limburg. Ja, naast het broodje bakken hier bij het kampvuur is er ook een soort voetbalspel op het water met kano's. Er is een opblaasbare stormbaan bij de boerderij en er is een stuk in het bos waar wordt geschoten met pijl en boog. En door assistentie van scoutinggroep De Waterreggen is dat mogelijk gemaakt. En zo houden we elkaar bezig. We hebben immers dezelfde gedachten en dezelfde ideeën. En je kunt wel continu afstand van elkaar houden, maar dat ziet je ook.